16 december. Hey, een klein duimpje. Voorstellen, dit is superleuk. Een beetje boterham. Bij een hele lange wimpel. Dat is prullen. Steeds hebben we gevonden. Ik zie, waar is het konijntje? Lange Jan al gezien. Wat lijkt op de zin. Goed? Ja? Kom maar. Doei. Hakjes aan heeft. Outfit change. In ieder geval maar een vestje. Zilla, het koude handje. En actie. Ik ben trots op jou. CSR, heb je zo ontzettend goed. Dames en heren. Een hele goede morgen. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. En vandaag gaan we iets heel bijzonders doen, want Lucilla heeft haar eerste filmrolletje. Ja, Lucilla is gevraagd om een mee te doen en een film. Dit is de winterfilm die hier in de Efteling wordt afgespeeld. En die gaat heten Expeditie Vos. Vos. En Lucilla die speelt Saar. Zij speelt het zusje van de hoofdrolspeler. Dus nog best wel een hele leuke rol ook. En vandaag zijn de eerste. Ja, vandaag zijn de allereerste opnames voor Lucilla's scènes. En dat gaan we vandaag doen. Ja. En vind je het een beetje spannend? Nee. Oh, ze vindt, nee, ze heeft heel veel zin in juist ook, hè? Ja. Ze zei vanochtend toen ze opstond, zei ze: mama, je moet me de hele dag Saar gaan noemen vandaag. Ik heb geen Lucilla meer vandaag. Nee. Oh, Luxie heeft mee. Saar. Ja, dus vandaag is Lucilla geen Lucilla meer, maar Saar. En over Expeditie Vos gesproken. Ja. Wat voor een vosje zit hier? Ik heb hier een vosje woezel gevonden. Is dit vosje woezel? Vosje woezel. Oh. Ja. Ja, schatje. Heb je daar een rekenmachine gevonden? Nou, we hebben hier al lekker het kinderhoekje neergezet. Luan die heeft de kaarsjes aangedaan, jongen. Heb je echt super mooi gedaan, liefie. Ziet er heel chic uit. Hier is Pipje. Die heeft hier lekker geslapen, hè? Ja, vind je het ook gezellig in het bosrijk huisje? Oh, ik krijg allemaal kusjes van Pip. Hier. Wij weten precies ook niet helemaal hoe het allemaal gaat. Het is voor ons ook de eerste keer dat wij mee gaan spelen in een film. Nou ja, niet wij, maar Lucilla gaat meespelen in de film. Hey, mama, ja? Niet Lucilla zeggen. Oh, Saar? Oké, gaan we met Sammy knuffelen. Hier in de Efteling is ook de hele cast. Die gaat meespelen in deze film. En de hele productie, de cameramannen, geluidsmannen, regisseurs, iedereen is hier ook in de Efteling. En hier is Luan ook met onze Sammy. Heeft Sammy ook lekker geslapen? Ja. Ja, hè? Oh, lieve Sammy. En Lucilla heeft haar tweede tand eruit, hè? Kijk. Zie, ze heeft nu een heel groot gat onder. Heeft twee tanden onderuit. Nou, wij gaan even de tafel dekken. We hebben hier hagelslag. We hebben hier hagelslag. We hebben hier jam. Ik kan je vasthouden. Ja. En we hebben nog de pasta. Nee. Pasta. Oké. Okay. Mam, ik heb nog één ding. Maar dat was het. Oh. En dan hebben we nog boter. De boter. Oeh, en mama. Nee, die? Ja, dat vind ik niet. Ja, oh, er wil nog iemand wat. Wat wil jij? De kaas? Ja. Kaas. Oh, het ontbijt. Ga kijken, Luxie. Ontbijt staat voor de deur. En boterhammenworst en de salami. Terwijl mijn kroost hun schoenen aan doet, laat ik even onze honden uit voor zijn bed. Gaan jullie mee? Ik vind dat we wel een knushuisje hebben, kinderen. Hondjes lekker uitlaten. Schilderijtje. Zo, kijk eens. Wij zijn aangekomen bij de Efteling backstage. We mogen hier achterin, omdat we nu natuurlijk naar de set gaan. Kinderen zijn hier mee. Mutjes op, want het is wel een beetje frisjes. En oeh, wie zie jij daar? Een hele goede morgen. Mooi hoor. Wat was dat, Luxie? Dat was leuk. Was dat de prinses? Achterpoester. Ja, die zijn hier ook backstage natuurlijk. Hè? Nou, mochten jullie afvragen wanneer deze film te zien is. Hij komt 16 december, komt de bioscoopfilm in de bioscopen. Dus dan kunnen jullie Lucilla bewonderen op het witte doek. Het is sowieso wel heel erg leuk om nu door de Efteling te lopen. Want het is volgens mij nog niet eens open. Dus er lopen helemaal geen bezoekers.
En ik ga straks met Lucilla mee op de set. Eerst gaan we Lucilla helemaal opmaken in de visagie en zo. Krijgen ze ook kleren aan. Die moet ze er even doorpassen. Want ze speelt natuurlijk Saar. Dus niet haar eigen kleren. Mama. En, ja? Niet Lucilla Saar. Oh, Lucilla Saar. Saar, ik moet zo even de kleren doorpassen. En Daniel die blijft met Luan en Luxie. En die gaan denk ik misschien even het park in of zo. Ja, het is nu nog hartstikke rustig. Dus je kunt nu nog overal zomaar in. En misschien een... Eigenlijk mogen niet echt ouders medezetten op, ook voor de concentratie van de kinderen. Maar omdat, voor, ja, omdat ik het voor jullie ook vlog. En hun natuurlijk ook leuk vinden om te laten zien in de vlog hoe het op een set eraan toe gaat aan de achterkant. Mocht ik mee met jullie om te kijken hoe Lucilla het op de set doet. Super spannend. Dus we gaan het meemaken. Heel veel plezier, Lucilla. Ja, heel veel plezier, Sil. Ik ben trots op je. En we straks zijn we allemaal samen, hè? Ja. Ja, daar moeten we iedere keer weer bij elkaar komen. Goed? We gaan hier eens even de kleren doorpassen. Voor Saar. Want Lucilla heet Saar vanaf nu. Kijk, hier zijn alle kleren en alle make-upjes. Make-up spiegel. En ze krijgt nog even andere kleertjes aan en Sil. Kijk dan. Luxie die heeft de laarsjes van Lucilla aangetrokken. Van mij? Ja, ze heeft nou deze legging aan. Dan wacht nog even op de andere. Mayo. Oh, sorry. Mayo is het. Kijk dan. Hé, hey, Luxie. Hey, een klein duimpje. Met de reuzenschoenen. Met grote laarzen aan, hè? Met de reuzenschoenen. Ja, de reuzenschoenen. Lucilla krijgt thermokleertjes eronder aan, zodat ze ook een beetje warm blijft. Ze mag natuurlijk buiten gaan opnemen, dus dat is wel handig, Sil. Oh, dat is lekker. Nou krijgt ze een heel mooi jurkje aan. Oh, leuk hè, Lu? Oh, en Lucilla geniet hier heel erg van dit. Dat vindt ze superleuk. Schrijf maar jouw naam erop. En waarvoor tekent ze dan papa? Dat moet ze wel weten natuurlijk. Ja, papa heeft natuurlijk alle papieren getekend voor ja, toestemmen dat ze wil worden. Ah, dat ze wil worden. Lucilla, haar eigen handtekening. Mooi, schatje. Een lekker vestje erbij, Sil. Ja. Staat je echt leuk, lieve. Ja, oh, Sil. Het is wel een heel leuke jas, Sil. Even voorstellen, dit is Saar uit de film. Mooi, liefie. Heel erg leuk. Ja. Dus eventjes mutsen en het doorpassen. Welke er mooi bij zet en het goed past. Oh, schatje. Ja. Oh, leuk die pluim ook. Oh, die lijkt wel een beetje mijn jas. Ja. Ja. Winning is winning. Ja, dit is ook heel leuk. Ja. Ja, het is een schattig snoepje. Ja, je lusje neusje. Ja, ze heeft een heel schattig neusje. Ze heeft nu een superleuk tuinbroekpakje aan. Wat ook echt heel erg leuk is. Sil, draai ze op. Oh, schatje. Oh, liefie. Het is echt superleuk. Ja, jij broer die... Wat we ook kunnen doen, is dat we dit als basis houden. Doen we eentje zo. En dan de andere dag doen we als wissels deze. Ja, dan kijkt het dan meteen anders. Ja, ja. Ja. Ze heeft weer andere laarsjes aan. De film speelt zich dus af over 2 dagen. Vandaar dus dat Lucilla 2 setjes krijgt aangemeten. En ook 2 schoenen. En nu is het tijd voor de haren. Oh, dit is leuk gemaakt in die spijkerbroek, al die kwastjes. Nou, Sil, nu zit je echt in de make-up, liefie. Ja, een beetje boterham. Ja, die was lekker, hè, die boterham. Gewoon een cremetje op. Daar is ze gek op, cremetjes. Ja, ze heeft hele lange wimpers, zie je daar. Ja, dus dat staat heel mooi bij als een beetje make-up op de ogen doet. Nou, is mama jaloers op die wimpers. Ja. Ze heeft geen mascara nodig. Vooral alles een beetje egaal maken. Oh ja. Je kent niet echt make-up erbij. Geen oogschaduw en zo. Nee. Geen eyeliner. Nee, dat gaan we niet doen, hè. En dan wordt het krullen. Nou, dit is een steltang. Heel warm ding. Maar vertrouw me, ik ga niet aan je oren zitten. Ik ga niet je oren strijken. Nee, nee, dat zou ook niet fijn zijn. Nee, hè? Leuk, Sil. Oh, je hebt net echt krullen. Ja, en terwijl Luan en Lucilla daar zitten, is papa hier met Luxie... Hopla aan het kijken. Ja, we zijn met ons hier. Kijk, we zitten hier om te kijken. Ja. Wat is het? Pippa weg nu. Ik hoorde net hopla deuntje, maar... Hopla, dat vermaakt zich wel. Luxie vermaakt zich wel.
gaan het haar een beetje toeperen, is dat volgens mij, hè? Ja, klopt. Dat er iets meer volume in je haar komt. Ja. Dus poller komt te staan. Dan mag je nog een beetje draaien. Mooi, zo. Die kant op. Kijk. En inmiddels heeft ze alweer een heel mooi vlechtje in haar. Ziel. Mooi, Ziel. Een mooi speldje. Oh, leuk. Knipjes. Ja. En nou dat een mooie muts. Een klein beetje zo eronder. Maar ik wil hem wel een beetje hier laten hangen. Ja, dat zaag wilde ik zeggen. Zaag. Zaag moeten we dat noemen. Leuk, Ziel, met die vlecht zo ernaast. Echt heel mooi. Een beetje omhoog. Zo. Mooi. Goeie zaag. Je wil, hè? Ja. Nou, wat zeg je dan, liefie? Dankjewel. Dit is Saar, papa. Dit is Luxe. Geef mijn handje, hallo. Dat is Saar. Dat is Saar, hè? Ja, een nieuw zusje. Kijk eens wat ze hier backstage hebben gevonden. Een paard. Zie je dat, Luxie? Normaal gesproken is dit een theater. Hier staan nu allemaal kleren en daar heel veel kleren. Maar dit is normaal een theaterzaal waar je zeg maar naar een theatervoorstelling kan kijken. En dit is achter de coulissen. Luxie, waar is het konijntje? Daar is het konijntje. Luxie heeft daar een konijntjestruitje aan, hè? Luan, papa en Luxie die zijn nu weg. Die gaan nu even met z'n drieën wat leuks doen. En wij gaan hier nog even wachten. Lucilla heeft hier kleurtjes op de tafel liggen. En is er nog even een tekeningetje mee maken. Met een vriendinnetje die ook meespeelt. Het vriendinnetje die speelt het nichtje, hè? Het is helemaal niet erg, hè, om even te wachten, Sil. Nee, daar ga ik gewoon iets anders doen. Ja, we moeten toch nog eventjes wachten. En Lucilla is dikke vriendinnetjes geworden met Fien. En zij speelt het nichtje in de film. Mooi, hoor. Snoephuisje. Ja, dat was kubbel knappe kruisje. Daar komt de trein aan. Een hele lange trein. Nou, daar gaan de meiden, hoor. Ze zijn nou opgehaald. Klaar om naar de set te gaan. Ja. Er staat hier een karretje ergens. Hoeven jullie niet te lopen. Nu rijden we door de Efteling in het karretje op naar de set waar we moeten zijn. Ja. Maar het is wel grappig zo rondrijden door een park. Zie je dat? Heb je Lange Jan al gezien? Nee. Ik ging op zoek naar de Lange Jan. Ik denk dat Lange Jan nog slaapt. Jan Jansen. Ja. We zijn aangekomen. Mami, kom maar. Ja. Oeh, daar gaan we. We moeten rennen. Op tijd op de set. Even de finishing touch. Oké, stilte alsjeblieft. Concentratie. Lucilla die hoort dus, ze hoort dus bij een familie. En die familie die gaat dus hier het park in. En die zijn hier een vakantie, een weekendje weg gaan doen, zeg maar. En ze moet dus met die familie, meelopen. Ik weet niet precies wat ze moet doen, maar ze heeft nu haar mama en haar papa ontmoet. En ze is dus het zusje van de hoofdrolspeler. Super schattig. Creatie, we gaan voor een repetitie. Stilte, stift. Hallo, echte mama. Hi. Super schattig. Ondanks dat het heel spannend vindt, doet ze het echt super goed. En volgens mij is de mama van de film ook een hele lieve mama. Kijk daar naar. Praat het, Lucilla? Ja. Gaat het goed? Ja, vind je het leuk? Dat is heel anders dan ons vlog, hè, schatje. Hier moet de scène iedere keer over en over en over, dat het er helemaal goed op staat. Ze gaat nu voor de vierde of de vijfde keer terug. Weer het rondje doen. Nou, succes, hè. Doei. Dan gaat ze weer. Je neusje? Ja, leuk om te zien. Hè? Ja. Heb je een lieve mama in de film? Ja. Ja, is twee mooi? Mama's. Ja, twee mama's? Ja. Nou, dikke kus. Succes. Ik ben mijn echte mama. Ik ben jouw echte mama, ja.
Waarvoor zijn al die planken, denk je? Weet ik niet. Dat is voor het licht. Dat het mooi licht is in de film. Zie, dat reflext het licht. Dan krijg je een mooi filmlicht. Ik heb geen licht in mijn ogen. Nee, maar dat, kijk op het beeld, kijkt het dan heel mooi. Grappig, hè? Oh. Shilla wil even laten horen dat ze hakjes aan heeft. Die hakjes, zo liefie. Leuk is, schatje. Outfit change, een outfit change. Lucilla krijgt nu andere kleren aan, dus we gaan even de outfit verwisselen. Dus ik loop er gewoon achteraan. Op de set hebben ze altijd haast. Nou, Sil, gaan we weer een andere outfit aan doen, hè? Ja. Ja. Andere dag, andere outfit. Ja, en een andere dag. Gaat heel snel. Moet ik alleen mijn trui verwisselen? Ja. This is where the magic happens. Ja, kleding heb je alle kleren. Je mag dit vestje aan. En in ieder geval een warm vestje erbij. Ja, precies. Dat scheelt. En gele laarsjes. En gele laarsjes, ja. Die vind ik superleuk. Koude handjes, hè? Ijspegelhandjes, Cecil. Ja. Wacht, een beetje vlieg. Hele microfoon zit dat. Nee, hoeft niet. Als je het niet wil, maar... Het zit een beetje opgepropt. Nee, Levi, weet jij hoe laat we 53 hebben? Weet ik. Maar er is ook een gebeurd van man. Ben je aan het opleggen? Ja, dit is. Nog een knoop. Zo, ze zijn weer omgekleed en dan gaan we weer terug naar de set. Cilla had koude handjes, maar die worden nou weer lekker gewarmd, hè, Cil? Ja. Ze krijgen even een lekker koekje. Kom maar, jongens, dan gaan we even die plekken ophalen. Kom maar. Even wat lekkers in de buik. Nou, daar gaan ze weer. Schattig te zien dat Lucilla helemaal haar vriendinnetje heeft gevonden daar. Ook daar lopen ze. Met z'n tweeën. En ze hebben er echt heel veel plezier in. Kijk dan. Hey jongens. Opname. Opname. En... Kijk. Kom. Even vertrekken. Komt-ie. Filter. En... Actie. En actie! En actie! Zo, en het is tijd voor de lucht! Ja, sneeuw! Dat is denk ik nepsneeuw. Echt nepsneeuw. Nou, we gaan lekker lunchen, liefie. En lekker opwarmen. Hartstikke goed gedaan. Ik ben helemaal trots op jou, Lizzie. Oh. Zo, kijk, het is helemaal ingepakt. Ja, nog een paar. Nou, lekker zo, warm. Lekker warm. Nou, kom, gaan we lekker wat eten. En we gaan weer in het golfkaartje. Op naar de lunch. Hey, jongens, daar gaan we weer, hè, door de Efteling. Hé? Bij het karretje. Mama. Ja. Zo, doe. Op de Jokie. Hallo Jokie. Gaan we zwaaien, Lizzie. Op de Jokie. Hehehehe. Stop! Niet van jou niet! Nou, dan heb je ze gaan we. 1, 2, 3. Gaan jullie dan even in het aanhoren? Gaan wij kijken. Oh, nou, goede reis, hè? Yo! Gaat die snel, hè? Superleuk! We zijn zo trots op jou, Sil. Echt heel erg goed gedaan. Ging het leuk, Lucilla? Ja. Nou, lekker warm eten. Ik zeg eens smakelijk. Wij zijn weer aangekomen.
te komen op de volgende filmset. Stap er maar weer af. We hebben nu even handschoenen aangedaan. Moet ze wel straks weer uit en als ze gaat filmen. Maar we gaan hier eens even kijken wat we hier nou weer gaan opnemen. Wauw, het ziet er wel heel mooi uit. Ja, sneeuw. Ik zie het, liefie. Echt sneeuw. Kun je echt een sneeuwbal gooien? Volgens mij ga jij hier iets doen bij Hollebolle Gijs. Ja, Hollebolle Gijs. Hier hangen de grote camera's weer. En die hangen helemaal aan die grote armen. Dat ze zo daar goed straks kunnen filmen. En volgens mij gaat er hier iets mee gebeuren. Zie je, Sil, wat moet je daarmee doen? Weet ik niet. Mam, wat is Hollebolle Gijs? Hollebolle Gijs, dat je dat wat ingooit. En dan zegt die papier hier, dank u wel. Weet je dat nog? Of was je toen nog een beetje te klein? We zijn dat, hebben we dat wel een keer gedaan. Misschien ben je dat vergeten, omdat je het nog iets te klein was. Volgens mij ga je hier een scène opnemen. Want ik kan allemaal papier staan. Dan moet je de papier in gooien. Volgens mij ga je de papiertjes van de familie ga je erin gooien die ze nou net nodig hadden. Oh nee, Saar, heb je de papiertjes weggegooid? In de Hollebolle Gijs. Dat is een klein boevenstreekje ga je volgens mij doen. Hey, wat ook wel grappig te vertellen is dat ze een film nooit opnemen zoals je hem wel ziet. Dus er zijn allemaal stukjes door elkaar zoals ze dan de film opnemen. En aan het einde zetten ze alles in een goede volgorde. Gek hè? Ga je opeens van één op de andere dag en dan doe je dan op hetzelfde moment opnemen. Snap je dat? En dan knippen en plakken ze alles aan het einde weer bij elkaar. Want dit is dan weer een heel ander stukje. En wat is nou het einde? Ja, dat is het einde dus het nog, dat weet je niet. Dat zie je pas als je de film ziet, denk ik. Ze moest het even oefenen. Ja, je kan er net bij. En die. Ja, en zelfs bij die. Ook bij die. Komt ie, doorloop. En... doorlopen. Ja. Stilte. En actie. Silla had de handschoenen nog aan, dus de handschoenen moeten we nog wel eventjes uitdoen. Niet goed. Ze moet dus een papiertje van de familie, een heel belangrijk papiertje, gooit zij dus gewoon in Hollebolle Gijs. Stella, ja. Zij stopt zich steeds heel erg achter die paal. Ja. Als het kan, als het lukt, meer daar. Maar ik vind het wel een kans. Oké, gaan we weer. Stilte. Deze heeft recht, tekst 2. Dans mee en blijf